Wow, dit is echt niet normaal. Laatste dagje. Met vette pijn in mijn nek. Dus ik ben eigenlijk al 2 uur wakker. Eigenlijk is het echt gestoord dat ik dit doe nog. Maar ja, het is dat het de laatste dag is. Anders was ik gewoon gestopt met deze pijn. Mensen, het is het laatste dagje. Gelukkig. We zijn er wel echt goed klaar mee. Maar we zijn er wel weer gewoon. Het gaat allemaal niet meer van een leien dakje. Maar we zijn er bijna. Vanavond gaan we lekker uit eten. Om te vieren dat we het gehaald hebben. Nou, daar zijn we dan. The morning, de laatste dag van de helweek. Hell yeah. Ik heb het overleefd. Ik heb bijna, ik denk 90% van alle opdrachten helemaal volledig volbracht. En ik voel me helemaal toppie. Op een paar dingen na. En daar zal ik nu even uitleg over geven. Dat hebben jullie natuurlijk al gemerkt aan mij. Ik heb super last van mijn nek. En waarom sta ik er nu zo bij? Nou, ik wilde dus nu een soort van gaan laten zien hoe ik er nu uitzie na deze week. En ik wilde dit als een soort vooraanbeeld gebruiken voor de 10.000 calorieën challenge die ik vandaag wilde doen. Dus ik dacht, dan film ik mezelf even voor. En dan straks aan het einde van de dag even na. Ja, nou ja, zoals je ziet, ik vind mezelf eigenlijk best een beetje aan de dunne kant. Dus zo'n challenge is voor mij eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Ik vind het helemaal niet erg om gewoon even een kilo aan te komen in een dag. Maar, nou is er één ding waardoor ik begin te twijfelen. Ik was namelijk dan ook van plan om er natuurlijk even een killer van een workout tegenaan te gaan gooien. Want dat vind ik eigenlijk wel bij zo'n dag passen. Dat ik dus, ondanks dat ik superveel eet, ook laat zien hoeveel ik heb verbrand. En dat gaat dan natuurlijk wel samen met een krachttraining workout. Dat had ik wel heel erg leuk gevonden. Maar ik heb zo'n last van mijn nek dat ik dus niet denk dat het heel verstandig is om te gaan trainen. Vandaag. Ik denk dat ik maar 3 uurtjes heb geslapen. Het is nu 7 uur. ik zit ook helemaal vol met energie. De reden ook dat ik vandaag, de laatste dag van de hele week, de 10.000 calorie challenge wilde gaan doen, is dus ook omdat ik om 5 uur 's ochtends moest opstaan. Dus ik dacht, dan smeer ik het wat meer uit over de hele dag. En heb ik meer kans dat ik het haal. Vorige keer met de 5.000 calorie challenge haalde ik het net aan. Maar dat kwam omdat ik er ten eerste bij mijn drinken ook bij had opgeteld. En ten tweede, ik was gewoon veel te laat begonnen. Dus ik had het gewoon veel meer moeten uitsmeren. Dan had ik het veel makkelijker gehaald. En vanavond gaan we uit eten met Joris. Dat doen we eigenlijk als een soort van beloning. Omdat we de helweek hebben doorstaan. En dan mag je jezelf op de laatste dag van de helweek mag je jezelf belonen. Ik heb deze week ook echt super gezond gegeten. Helemaal volgens het boekje. Geen chocolade, niks, geen suiker aangeraakt. Let's do this vandaag. Hey Bart, de sportschool is open. 4 minuten al. Ik ga zo een uur fietsen. Ik ben nu mentaal aan het voorbereiden. Oh ja, ik zie het. Ik zie het ook. Dit is namelijk een maaltijdgreep. Een gezonde, dat ook wel. En daar zitten 384 calorieën zitten hierin. Nom nom nom. Jola gaat straks naar Siske de Rat, de musical. En ze heeft er helemaal zin in, hè? Ja! Gezellig met oma naar Siske de Rat.
middageten. Ik kan altijd echt rete veel eten. Heel veel mensen die mij beter kennen, die weten dat ook. En die weten dus ook dat, ja, die zeggen ook altijd tegen mij van, Dies, serieus, waar laat jij het? Oké, het is 7:45. We gaan gelukkig eindelijk uit eten, want ik heb best wel trek. Want ik heb de afgelopen paar uurtjes gewoon niks meer gegeten. Omdat ik zoiets had van, ja, ik kan me nu wel echt gaan volstoppen, maar dat vind ik toch wel zonde van het uit eten gaan. We gaan namelijk onbeperkt sushi en wok en dat soort dingen eten. En ik kreeg net tussendoor echt een paar mega pijnscheuten in mijn nek, dus daarom heb ik niet... Eigenlijk ook niet meer gegeten, want ja, dan gaat het gewoon niet. Ik ben wel een bunkeraar. Ik vind het ook wel leuk om dit even te gaan berekenen tijdens het eten. Want het is wel eens leuk om te zien hoeveel calorieën nou eigenlijk naar binnen werkt op zo'n avond dat je onbeperkt gaat eten. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ik ga proberen om het bij te houden. Einde van de helweek. Vierde gang. Oh, dan gaan we naar de honingbanaan. Zoals je ziet zijn de laatste, bijna de laatste, die nog in het restaurant zijn. Alles is leeg, iedereen is weg. En wij zitten nokie nokie vol. Ik kan bijna niet meer meedraaien. Dus even zo meedraaien. Ja. Bart heeft het nog gespaarst, maar ja, die heeft zijn maag niet gedekt. Knoopje los van je broek. Deze stressboek. Ik heb expres een jurkje aangedaan. Zie je het al? Zie je het al? Ja, ik zie het al, ja. Zo moet het zijn. En ik weet het zeker. Zo voelt het fijn. What? Bedankt voor het deelnemen aan de helweek. We nemen het mee. Bedankt voor dit reflectie momentje. Lekker jongens. Bam! Mede mogelijk gemaakt door Shines Recruitment. Dat is waar. Ah. Hey. Nou, ik heb dus in het restaurant vast een beetje een berekening gemaakt. En als het goed is, ben ik uiteindelijk uitgekomen op ongeveer dit 8000. Maar morgenochtend ga ik het nog even goed narekenen. Want ik heb alles gefilmd wat ik gegeten heb. Dus dan kan ik het op de camera nog even terugzien. En dan kan ik even kijken of er nog dingen zijn die ik ben vergeten. Ik ga niet nu nog even snel 2000 kilocalorieën erbij proppen. Om die 10.000 te halen. Dat zou theoretisch wel kunnen, want het is nog niet eens zo laat. Het is pas 10:30. Maar dat voelt echt heel slecht om dat nu te doen. En ik heb echt... een mega dikke pens, zoals je ziet. We zijn zwanger!
En dat voelt niet helemaal gezond. En aangezien ik ook al met mijn nek zit, wil ik gewoon heel graag slapen nu. Misschien dat de berekeningen zo uitkomen dat ik er toch nog op kom. Maar daar kom ik morgenochtend nog even over op terug. En anders heb je goed je best gedaan. Ja. En doen we het volgende keer gewoon. Sowieso, ik voel me echt toe. Er kan ook echt niks meer bij. Echt niet. Het is toch ook zonde als je nu nog M&M's gaat zitten eten of zo. Moet je ook helemaal niet doen, schat. Wij gaan jullie gedag zeggen. Dankjewel voor het kijken naar deze hele helweek. Het was een hel, maar we hebben het weer overleefd. En we zijn er sowieso sterker en beter van geworden. Dus maar goed, thanks for watching. Vergeet niet te abonneren als je meer wil zien. Elke door de weekse dag of vlog om 7 uur 's ochtends en zondag een extra video. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Later! Oké. U ziet het wel degelijk nu dat ik dezelfde kleding aan heb. Oh my god. Wow, dit is echt niet normaal. Zo, hallo hallo. Hierbij even snel een korte update dus van gisteren. Oftewel deze video, de 10.000 calorieën challenge. Ik was gisteravond zo moe door de laatste dag van de helweek. Nekpijn en ook nog gewoon echt onwijs veel gegeten. Gewoon niet normaal, echt niet normaal. Wauw, wat is dat veel. Maar ik heb dus helemaal niet meer terug kunnen koppelen over het echte eindresultaat. En dat vond ik ook heel erg moeilijk. Want in zo'n sushi tent, wok restaurant kun je dus helemaal niet echt goed bijhouden wat je eet. Op een gegeven moment ben ik op mijn telefoon lijstjes gaan bijhouden van zoveel sushi, zoveel sushi. Ik heb alles gefilmd. Dus wat dat betreft kon ik misschien later wel een beetje een berekening maken. Bij die berekening kom ik nu op een totaal van 9018 calorieën. Had ik het niet even iets langer kunnen volhouden, dan had ik gewoon de 10.000 gered. En ik had gewoon nog een zak M&M's liggen hier. Ik dacht, die bewaar ik dan voor als ik thuis kom en ik heb het niet gehaald. Ik had nog ijsjes, snickerijsjes, maar ik was gewoon zo moe en ik kon gewoon echt niet meer. En ik vond het zo zonde om dan zoiets te gaan eten. Trouwens, vanochtend, het enige wat ik ervan merkte was dat ik gewoon echt mega veel energie had. Dat kan ik wel kloppen, want dat haal je natuurlijk allemaal uit die voeding. En verder gewoon weer normaal. Niet dat ik me dikker voel of zo. Ik denk wel dat ik nog ooit een keer deze 10.000 calorieën challenge even helemaal over ga doen. Dat ik echt precies alles goed noteer. Want ik vind het toch wel leuker om echt te weten of wat ik nou echt precies binnen heb gehad. En in een restaurant werkt dat gewoon niet. Want je weet niet, je hebt geen weegschaal bij je. Je weet niet hoeveel wat is. Dus het is eigenlijk maar een beetje gissen. Maar goed, dankjewel voor het kijken. En tot vandaag. Tot wel de video vlog van morgen. Doei.